Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit, ADECUS, heeft het ambt van hoogleraar aanvaard en is daarmee de eerste hoogleraar die benoemd is aan de faculteit der vis- en natuurkundige wetenschappen. Venetiaan heeft gisteravond een oratie gehouden in de Centrumkerk met als titel Wiskunde is nooit af, een korte verhandeling over onderzoek in de wiskundige statistiek. Na het aanvaarden van het hoogleraarschap is de leerstoel Wiskundige Statistiek aan de faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen ingesteld. Venetiaan haalde aan dat bij deze leerstoel het onderzoek met betrekking tot wiskundige statistiek zal worden voortgezet. Het probleem hierbij is dat vanwege het geringe aantal bladzijden dat vroeger ter beschikking was om een artikel te publiceren in een gerenommeerd blad, vitale informatie vaak wordt afgedaan met een korte verwijzing. Dit onderzoek, waarbij hogere orden dan ingedeelde wortel N worden bekeken, is tegenwoordig mogelijk vanwege de beschikbaarheid van software waarmee algebraisch gerekend kan worden. Gigantische berekeningen hoeven niet meer met de hand gedaan te worden, maar worden door de computer gedaan. Ik gebruik het softwarepakket Mathematica. Venetiaan zegt dat de nieuw ingestelde leerstoel zich ook zal richten op andere sectoren binnen de wiskundige statistiek. Deze leerstoel zal in samenwerking met andere leerstoelen een rol spelen in de toegepaste statistiek, die wel meteen praktische toepassingen heeft. Denken valt aan bruggen slaan tussen de wiskundige statistiek en deelgebieden van de toegepaste statistiek, waaronder biostatistiek, data science, chemometrie. Door de beschikbaarheid van steeds betere en snellere computers hebben velen heel veel data kunnen verzamelen. De analyse en de interpretatie van de data blijft voor hen echter nog een uitdaging. Vanuit de leerstoel zal er onderzoek gedaan worden naar de toepasbaarheid van de verschillende methoden en verschillende analysetechnieken. Evenzo naar het omgaan met nieuwe software, in het bijzonder open source software, waardoor er kosten bespaard kunnen worden, omdat er geen dure licenties meer betaald hoeven te worden. Professor Venetiaan is de vierde vrouwelijke hoogleraar die vanaf de oprichting aan de ADECUS is benoemd en de 42e hoogleraar in de geschiedenis van onze universiteit. Ook is ze de eerste decaan geweest aan de bovengenoemde faculteit en is ze nog steeds als wetenschapper aan deze faculteit verbonden.